Wiel ligt in het noorden, waar de levensomstandigheden hard zijn als de donkerblauwe klei waarop het zwoegen plaatsvindt. Een spade in de grond steken is het begin van het gevecht om hem weer uit te krijgen, want dat wil de graver nadat hij vergeefs heeft geprobeerd de schop in beweging te krijgen en na ettelijke pogingen geen centimeter klei heeft kunnen verplaatsen. De steel breekt doormidden. Een steel kost een rijksdaalder. Voor een boerenknecht of de eigenaar van een kleine neerding is dat een fors bedrag. Twee nieuwe stelen kan de gemiddelde man zich veroorloven, daarna is er geen geld meer. De monden van 8 kinderen moeten worden gevoed, de gedachten drijven af naar de put. Zo gaat dat hier wanneer een draaglijk bestaan moeilijker en moeilijker te vinden is. Harreman is mijn jeur, door God gezegend met een vrouw en 10 kinderen, dacht het anders aan te pakken. Na bestudering van de problematiek en verstandig tegen elkaar afwegen van de kosten voor 6-7 spaders of duurder en beter gereedschap, besloot hij bij Kolrijp Werktuigen een kleine graafmachine te kopen. Als je lichte graafwerkzaamheden in de tuin moet verrichten, zoals het verwijderen van boomstronken of het graven van een gat voor de aardappels en de bieten, is de mini-caterpillar de perfecte oplossing, zei Kolruit. Hij adviseerde een mini-caterpillar met een grondboor als extra opzetstuk. Een kwartier later reed Meijer naar huis in zijn mini met rupspanden en cabine, extra opzetstuk en zijwaarts gravende lepels. Bij het te delven gat gleed het hele zwikje in de sloot, ijzeren rijplaten vergeten neer te leggen. Lise Meijer was niet thuis en kon niet worden gewaarschuwd. Ingeklemd hing haar man urenlang boven en half in de sloot. De volgende dag kocht Harremanus weer een spade. De dag daarop sprong hij in de put.